denk dat ik wel gewoon stappen heb kunnen maken ondanks alle maatregelen. En ja, daar ben ik wel blij mee. Ja, Jensen, allereerst gefeliciteerd. Het zal een mooie dag voor je zijn, denk ik, zo'n dag van de contractondertekening. Zeker een mooie dag. Ik ben super blij met mijn familie en vrienden. En ja, super leuk natuurlijk. Kun je eens vertellen hoe het afgelopen seizoen voor jou is geweest? Want het is natuurlijk voor iedereen een heel raar jaar geweest. Corona, nou, dat kennen we allemaal. Hoe is het afgelopen seizoen voor je geweest? Een heel moeilijk seizoen. Ik begon bij de onder 18. Een paar sterke maanden achter de rug. Goede wedstrijden gespeeld. Toen viel het helaas dicht. Alles werd afgelast. Toen ben ik in de winterstop naar Jong doorgeschoven. Heb ik daar mijn trainingen eerst gedaan. En later ook wat de wedstrijden gespeeld. Hoe is die stap voor je geweest? Want je gaat in één keer van het jeugdvoetbal naar het serieuze volwassen voetbal. Ja. Hoe is het voor jou geweest? Het is een grote stap. Ik merk het ook wel op het begin. Fysiek was het aanpoten. Ik denk dat ik wel stap heb gemaakt ook op fysiek gebied en ik ben er nu wel aan gewend. Ja, het was een wedstrijd volgens mij in de aanloop naar FC Den Bosch, de wedstrijd dat jullie met heel wat teamgenoten in één keer de stap maakten van de onder 18 naar jong. Ja. Hoe was dat toen jij hoorde van, yo Jensen, we gaan jou doorschuiven naar jong? Ja, gewoon natuurlijk heel leuk nieuws. Ik hoorde het volgens mij van trainer Ruud van Nistelrooy. En ja, ik was super blij. Meteen mijn ouders gebeld en gewoon een mooie stap. Maar ik besefte wel toen van, nu moet ik ook weer daar gewoon mijn stappen gaan zetten. Dus de knop was snel om. Ja, toen duurde het eventjes voordat je je debuut mocht en kon maken. Wat staat je daar nog bij? Je debuut in het betaald voetbal tegen Topos? Ik weet niet, volgens mij was ik bijna de hele tweede helft aan het warmlopen en ik wachtte maar tot de trainer me riep. En uiteindelijk riep hij me van, je moet erin komen. En ja, het was best wel goud slotfase volgens mij. En ik was super blij. Ondanks dat we verloren hadden, was ik gewoon super blij met mijn debuut. Hoe zie je het plaatje voor je volgend seizoen? Ja, volgend seizoen bij Jong PSV wil ik gewoon gewoon vaste waarde worden. Veel wedstrijden spelen, veel minuten op betaald voetbalniveau. En ik ga er gewoon proberen zo goed mogelijk te doen en gewoon ontwikkeling blijven doorzetten.